Hoi, 2 weken terug ben ik op Schiermonnikoog geweest en omdat er constant westenwind stond, hebben we eigenlijk niks anders gedaan dan zeevogels tellen. De eerste dag was er heel veel steltlopen trek en de tweede dag was wat beter voor zeevogels. Ik was nog nooit eerder op Schiermonnikoog geweest en ik moet zeggen dat is best goed bevallen. De branding is heel erg mooi en breed, het strand is heel natuurlijk. Je hebt altijd de zon in je rug en dat in combinatie met het wisselvallige weer leverde de mooiste lucht op. Je zit hier wel gewoon tussen het helmgras, hebben een paar keer flink in elkaar moeten duiken en ook een aantal keer een hagelbui moeten doorstaan. Dus al moet ik zeggen, sommige mensen lijken daar wat minder last van te hebben. Deze video bestaat uit 3 delen. 1. Een hele korte weergave van de hoogtepunten. 2. Een wat uitgebreidere versie van de hoogtepunten. En 3. Een mashup van de overige beelden van 2 dagen zeetrektellen. Het leukste van zeetrektellen is uiteindelijk toch het turen over een wilde zee, waarbij je probeert stipjes te vinden en kijken wat het is. Over 2 dagen vond ik dat geen slechte oogst. Stormvogeltje, die pas heel laat op de 2e dag langskwam, had ik pas 1 keer eerder gezien en toen niet gefilmd. Dus daar ben ik erg blij mee. En ook roze franjepoot had ik er best vaak gezien, ook op trek, maar nog nooit kunnen filmen en dat is hier heel goed gelukt. En dan ook nog vorkstartmeeuw, ook vaker gezien, ook op trek, maar nog nooit weten te filmen op trek en ook dat is nu gelukt. Ook bleek de eerste dag met zilverplevier een extreem hoog aantal, boven de 2000. Goed voor een plek in de top 3 in Nederland alle tijden. En ook de roze franjepoten de dag erna met 9 stuks, waarvan ik er zelf 8 heb gezien, is goed voor een plek in de top 10 in Nederland alle tijden. 2 prima dagen dus. De beelden die ik nu ga laten zien zijn niet zo geschikt voor een mobiele telefoon. Ik laat expres een groot stuk van het water zien, zodat je meer het idee hebt dat je er echt bij bent. Dus ik raad je aan om dit op een groot scherm te kijken. Stormvogeltje. Zie je nog windmolens op de achtergrond? Oh, ja. Linker, deze werd al op hele forse afstand ontdekt en uiteindelijk gelukkig ook nog op 12 uur. Oh ja, ik heb hem. Wacht heel even. Nog niet, voor me bijna. Ja. Ja. Roze franjepoot. De eerste roze franjepoot van de dag was ontzettend dichtbij. Daarmee was hij ontzettend moeilijk in beeld te krijgen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Hier nog een roze franjepoot, dit keer wat verder weg, maar daarom wel constanter in beeld. Oh, hij is
is bijna niet te volgen. Dat is te moeilijk. Kwijt. Vorkstadmeeuw. In een groepje dwergmeeuwen werd op grote afstand al een vorkstadmeeuw ontdekt. Dat groepje vloog echter niet langs de kust, maar kwam pal op het strand af. Uiteindelijk is het wel gelukt om hoofd boven de duinen alsnog in beeld te krijgen. Waar zit hij nu in de groep? Ja, ik heb hem. Welk is het? Ja, ik zie hem niet meer. Ik heb hem heel telescoop gehad, dus moeilijk om dat te... Oh, ik heb hem hier. Ik heb hem. Ja, dat is hem toch? Oh, ik heb hem hier. Kleinste jager. Er kwamen vandaag meerdere kleinste jagers langs. Nooit echt super dichtbij, maar dichtbij genoeg om te herkennen. Hier nog wat ik vind mijn allerleukste roze franje. De camera liep toevallig toen er opeens steltloper in beeld kwam waarvan ik al dacht dat het een roze franjepoot zou kunnen. En dat was inderdaad het geval. Uiteindelijk hebben we deze langs de vloedlijn wel meer dan een minuut kunnen volgen. Vloedlijn? Ja, ik zeg het maar vast. Het ligt echt open op de vloedlijn. Een beetje onrustig. Achter de palen nu. Misschien even checken. Hij vliegt wel franjepootachtig. Hij is een roze redelijk lichte ondervleugel toch? Maar dat hoort. Ja, ik heb hem. Hier nog een roze franjepoot, weer een ander beest.
Deze duidelijk verder op zee, wat weer een ander beeld geeft. Ik vond de roze franjepoten toch echt een van de hoogtepunten van de dag. Ik zag iets op mijn beeld gaan, ik heb hem aangezet nu. Mooi zag ik hem weer heel even. Mooi zag ik hem weer heel even. Ja, daar laag.
Jan van Gent vloog er overigens ook volop, maar die heb ik eruit gelaten. Ik was trouwens nog dagen bezig om het zand uit al mijn kijkers en lens te krijgen, maar dat was het allemaal waard. Heel eerlijk, de kust is hier echt stukken mooier dan in Zuid-Holland, maar erg praktisch is het niet. Maar goed, dit geeft toch weer een nieuwe dimensie aan bestaande soorten. Want de soorten die je kan zien, die heb ik zo ongeveer allemaal wel. Er zijn alleen nog een paar goed zeldzame soorten die ik nog niet op trek gezien heb. Dat zijn bijvoorbeeld ijsduiker, papegaaiduiker en zwarte zeekoet. Maar goed, dan moet je heel erg veel uren maken, maar hopelijk gaat het in de toekomst nog een keer lukken.